Vandaag beginnen we met een nieuwe serie met Erik van de End. U kent hem wel van het Groene Graf. Regelmatig komen er dingen bij Erik binnen, foto's en informatie. En dan weet hij niet wie het is of waar het is. Of... Vandaar dat we zeggen van nou, we gaan eens een nieuwe serie maken. Erik, vertel. Heb je al veel van die dingen waar je informatie over zoekt? Ja, ontzettend veel. Wat dat betreft kunnen we voorlopig nog wel even vooruit. Ja, ik krijg dagelijks tientallen foto's binnen van mensen die ons foto's toemailen. Er zitten ook heel veel plaatjes bij waarvan we niet weten wat erop staat en niet weten wie erop staat. Maar dat we wel weten dat het met baan te maken heeft. Dus zo kunnen we nog wel even vooruit. We staan hier bij de Nicolaaskerk en daar gaat het eerste item over. Ja, ik heb hier een foto van een processietocht naar Kevelaar. Ik denk dat die foto zo ongeveer rond 1920, 1930 gemaakt is. Er staan overduidelijk barenaars op, want die dames die erop staan, die hebben allemaal een sjerp om, waar baren op staat. Dat is een mooi groot vaandel. Ook daar staat baren op. En bovenaan het vaandel staat Amersfoortse processie, Kevelaar. Nou, sinds 1642 worden processietochten jaarlijks georganiseerd. Dan gaan mensen daar zo'n tocht lopen. Dat gebeurt nog steeds, ook in 2015 nog. Dit is zo'n tocht waar die dames heen gegaan zijn. Eén naam is bekend, hè? Eén naam is bekend. Dat is Aaltje Brouwer. Eén van die dames is Aaltje Brouwer. Ik weet niet welke dame. De foto is afkomstig uit de familie Schouten, ook een katholieke familie uit Baren. Het is mogelijk dat er ook leden uit die familie op de foto staan. We willen natuurlijk heel graag weten wie die dames zijn en ook wie die heer op de foto is.